Welkom iedereen bij een aflevering van de Pokémon Aura Sol Link. Vandaag gaan we naar Slayport. Harm en ik hebben even onze Ninkada en Whismur even ingewisseld voor de Zubat en Geodude, want Watson is zometeen een ding. Ja, zeker. Dus ja. Ja, maar Watson is niet eens een ding. Wat dacht je van de rival? Ja, dat ook. Nou. Voor mij dan zeker. Beetje klooi. Oh, dit is een Mudkip. Ja, beetje klooi op het strand. Oh, zo, dat bedenk ik me nu. Het is een marsstomp. Ja. Oh, there is a god. Ik kan natuurlijk gelijk Nuzleaf inzetten. Joe, ik maak me niet meer druk om de ding. Mooi. Ik doe even 1 of 2 trainers even in de. Op het strand. Ik doe het hele strand hoor. Ja. Ja, ik kijk heel het strand er doorheen. Dan doen we even het hele strand. Ja. Ik space, zeker nu. Ja. Voor mijn gevoel ben ik underleveld namelijk. Ja, ja. Ben het niet, maar het voelt zo. Ja, I get it. Hoppa. Nee, wat we kunnen doen is om te even kijken of we al verder kunnen. Want ik vergeet altijd waar dit team Aqua Grunts altijd staan. Of ze net wel of net niet op dat nieuwe stuk van die route staan. Ze staan voorbij het fietshuis. Dus je kan we kunnen een Pokémon vangen daar, oké. Okay. Nou, laten we eerst maar even dit stuk, even het strand doen. Ik doe iedereen ook in de cabin. Ja, oké, okay, maar daar kan je altijd nog soda pops van krijgen, dat is altijd wel goed. Daarom. Ik moet er even weer naar Fairy Type. Ja. Ach. Ik op Twitter zitten, toen die Pokémon Presents was. Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk het niet kon zien, ik heb het niet live ja. kunnen kijken. En op een gegeven moment stond er een tweet van Nintendo of America. De nieuwe Tyra-type. Ik denk, pardon? Tyra? Weet ik het. Stond de nieuwe Tyra-type. Ik denk bij mezelf, pardon? Is er naast Fairy iets nieuws bijgekomen? Toen dacht ik even van... Ik wist van de kristaldingen af. Ik had natuurlijk niet live gekeken. Ja. Ik wist toen wel qua leaks van de kristaldingen af. Dus ik dacht echt, hebben ze echt serieus een nieuw type toegevoegd? Wauw. Dat vind ik best wel een bold strategy. Nintendo zijnde, maar op Pop Game Freak zijnde, maar dat was dus niet het geval. Nou, zal het voor mij gerust een nieuwe type mogen toevoegen hoor, maar... Ja, maar wat dan? Nou, iets wat Ferry kan killen. Ja, touché. Jezus, Makuhita is fucking traag. Ja, oké, maar het heeft een HP-stat van... nou, laat ik het zo zeggen... Dubai, qua grootte is er niks bij. Dat is zeker waar. Dus ja, het moet een beetje eerlijk zijn, hè? Dat is zo. Rollout good to level 11. Machop. Echt, hoeveel machops zijn we al tegengekomen? Niet normaal, man. Ach. Het is geen Gen 4 met Meditititi. Meditititi? Meditititi. In Gen 4 heeft letterlijk iedere gymleader trainer een Meditititi. Meditite. Ja, dat zeg ik met de titel. Voor mij mag je ze gewoon bij hun normale naam noemen. We zijn nu niet met Milan. Nee, maar niemand van hun noemt Meditite Meditity. Doe jij dat alleen? Ik doe dat alleen. Oh. Oké. Okay. Lol. Ik dacht dat hun dat hun Meditity nee. kwamen. Ik weet het af en toe niet meer. Papam. Oh, ik vind de muziek zo nice. In deze game. Ik blijf erbij, de beste Pokémon soundtrack is Hoenn. Maar dat komt meer door de trompetten. Ja, als je fan bent van trompetten, is je inderdaad goed, ja. Nou, niet, ja, oké. Okay. Misschien komt het natuurlijk ook omdat dit... Ik heb begonnen met Gold en Silver, maar... Ik had bewust die deze game was, dat ik het echt begreep. Ja. Nou, ik heb het wel begrepen, ik heb het wel begrepen, want anders had ik nooit een Meganium van level... Tegen de 50 of zo gehad, weet je. Nee, klopt, maar... Echt opletten, die dingen is toch altijd weer een ander iets. Waarom? Oké, hebben we dit allemaal gehad? Dan is het tijd voor het huisje. Oeh! Nice, nu al. Dik prima. Ja, maar veel... Er is niet zo heel veel daar, hè. En meer van die dingen kan je of one-shotten of zo wat one-shotten. Ik had eigenlijk over wat op mijn scherm gebeurde, maar prima. Oh. ik neem het compliment.
Ja, je maakt het uit. Wat was het aan te volgen? Geodude, die leerde magnitude. Ah, ja, dat is altijd wel nice. Op level 12 al. Oh, er zijn meer trainers. Oké, lol. Dat is dan toegevoegd. Ja, maar dat is altijd wel fijn, gewoon magnitude. Ook al krijg je er misschien 3 of 4. Het is alsnog beter dan Dirk. Waarom? Nee, we doen geen stuntspoor. Stuntspoor is weer een beetje te. Zo. Bam bam, en Sableye is dood. Zo. Ik geef een tip. In de cabin, mijt links onderin. En bij Sableye krijg je 427 experience van. Yay. Oh nee, wacht. Het kan ook zijn dat natuurlijk Makuhita getraind is. Yay. Maar toch, zo krijg je er dan veel XP voor. Mm-hmm. Bam, 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 bam. Ja, prima, Poochyena. Kom al door. Ja, bij Makuhita gewoon dat trainen. Ik weet, volgens mij, hij evolueert best vroeg. Ja, 20 of 22. Ja, dat is super nice. En dat al zo kapot voor HP hebben, dat is echt goud waard. Maar ja, nu weet je ook welke mond ik zo meteen in Gen 3 ga gebruiken. Bij Gen? Ja. Ja, je hebt natuurlijk fighting. Ja, prima. Maar de grootste vraag die ik aan je heb, ga je Bellydrum leggen? Nou ja, het is geen Nuzlocke, dus er is geen risico om het niet om het, daarom, te gebruiken. Nee, ik ga het hem sowieso niet leren hier, want ja... Als ik dood wil, kan ik ook wat anders wel zien. Ja, precies. Papadam. Soft set. Ja, boost, crowd moves. Geodude. Geodude, kom eens even heel snel hier. En Gif en Geodude. Volgens mij zit Geodude in de easy XP tier, want en Magikarp in de long. Mm-hmm. Oh lol. Is ook zo. Oeps. Ik snap nu waarom jullie allemaal Pokémon's met pick-up gebruiken. Handig, hè? Fucking hell, mate. Maar dat is ook de grootste reden om het dus doen. En in latere gens is het gewoon, ik heb op een laag level gewoon herkennis pick-uppen. Nou ja, hoe makkelijk wil je het hebben? Ja, prima. Nu vang ik alleen maar antidotes, maar... Ja, ach, antidotes is ook niet verkeerd nu. Ja, maar het enige lullige is als Sixigoon evolueert. Ja, nou, ik weet niet of hij nog steeds pick-up heeft. Ik zou kunnen. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Nou ja, op één manier om erachter te komen. Maar we laten evalueren wel eens. Ja. Of googelen. Ja, goochelen. Ik krijg sowieso Inner Focus is één van die twee. Inner Focus. Ja. Kloot aan. Nou, dat je niet wordt geflinched, hè. Dus het is niet verkeerd. Nee, maar alsnog. Je hebt liever pick-up. Yep. Hm. Zeker omdat je dat op hoog level... Meer kans op inderdaad op een rare candy bijvoorbeeld, inderdaad. Armtrust. 1, 2, 3. Dag Sixigoon. Zo. Nee. Wat ik wel op geen vind van Scarlet en Violet is die modus die je nu krijgt met Miraidon en Koraidon. Vliegen en zo. Ja. Ja, maar dit betekent gewoon dat je early legendary kan krijgen. Ja, of daadwerkelijk legendaries zijn die je kan gebruiken. Ik wou het zeggen, of of je kan hem niet gebruiken. Dat is Rotom natuurlijk. Ja, maar dat het gewoon een soort van modus is. Maar ik moet wel lachen van... Koraidon is... heeft dus wel de wielen. Maar in plaats van dat je zijn wielen gebruikt... is je gewoon aan het rennen. Maar ben ik nou nog steeds de enige die de Scarlet... Legendary vetter vindt dan de Violet Legendary? Oh, ik denk dat wel anderen zijn die het leuk vinden. Ik prefereer gewoon qua design en het idee wat ze ermee wilden, vind ik gewoon die van Violet iets mooier. Begrijp me niet verkeerd, die van Scarlet is ook hartstikke gaaf.
maar ik vind degene van Violet net iets mooier. Fuck. Als je ergens mee zit, gewoon even zeggen, want we kunnen even samen kijken. Ja, nee, het is niet per se. Mijn speed is naar beneden geflikkerd, dus op zich is het niet zo'n wereldramp. Ik kreeg een keer de quit in mijn bek. Dat is niet gezellig. Ramp. Ik was uiteindelijk sneller, maar ik denk ik heel maar voor de zekerheid. Ik heb liever save the story op dit moment. Mm-hmm. Het was bijna Makuhita die de geest gaf. Nou, dat was niet zo blij van, maar als hij de level 20 is. Nee, hij is er bijna. Ja, precies. Ik ga voor de sleepwoord even healen. Ja, als ik met deze klaar ben, heb ik alle trainers gehad en dan kan ik ook naar sleepwoord. Ik heb alle trainers volgens mij gehad. Nou, mooi. Dan kan je bij wijze van spreken gaan zeggen van... even naar die route gaan. Ik dacht Capsule's turn, maar prima. Doe ik wel die route eerst. Waar hoop jij op? Waar hoop jij op een nieuwe route? Kulpin, Plussel, Minum? Sowieso geen Minum. Ik hoop eerlijk gezegd dat één van ons Kulpin krijgt en één van ons Electrike. Oeh, Electric zou ook lekker zijn, ja. Zeg, poh. Alright, mijn encounter is een Electrike. Mooi. Want Electrike is sowieso voor jou niet verkeerd at the moment. Nou, zeker met Winona in de toekomst. Nou ja, dat, maar dan kan je ook tenminste water en andere dingen weghalen, hè. Dus... Ja, daarom. Mijn Electric is gewoon een Pokémon die ik vaak ook vaker in mijn eigen playthroughs heb gebruikt vroeger. Ja, maar ja, dat wil je ook. Hij is vroeg, hij is makkelijk en hij is praktisch. Mooi. Nee. Ga vangen. Nice, dan ga ik even healen en ga ik ook die kant op. De naam die hij krijgt is als volgt. Volt. Blue Light. Ik hoop niet dat je hem gaat gebruiken als Blue Light. Ik snap de reference van jou niet, maar dat kan aan mij liggen. Laat maar. Nee, ja, sorry, sommige references voel ik me af, beschrijf ik het om voor, maar... Nou, je weet wat een Black Light is, hè? Zwart licht? Ja, waar Black Light soms wordt voor gebruikt. Nee. Is het een meme of iets? Je weet wat er soms kan gebeuren in hotels, hè? Oh, dat... En daarvoor gebruiken ze Blacklight om bepaalde vlekken... Heet dat Black... Ik dacht gewoon dat heet Blacklight. Ik dacht gewoon dat het UV-licht heet. Ja, en omdat het een beetje een blauwe gloed achterlaat, wordt het soms ook wel omschreven als Blue Light. Oh, op die manier. Jezus Christus. Nee, zo bedoel ik hem zeker niet. Nou, Gulpin. Ik dacht meer aan Benectric, die is blauw en geel, dus Blue Light. Ja, ik denk... Ik ben wat... Nee, daar heb ik echt totaal niet over nagedacht. Oké, handig. Hoe lang hebben we nog? Oh, we hebben nog best wel... We hebben nog een goed kwartier. Ja, nee, ik heb Gulpin. Prima. Ik wou gelijk de Galactic. De Magma Hydra doen. Eentje en verder. Ja, joh. Ik weet het af en toe niet meer. Dat BDSP-dex ding zit nog in je hoofd, hè? Nee. Af en toe vergeet ik gewoon waar ik letterlijk mee bezig ben. Nu is het een oude man en toen was het iemand met een pak aan. Oké. Een labprofessor. Nou. Oh, wat denk je daar al op? Dat is kut. Smok. Smok de Gulpin. Nou. Team Magma. Nummel. Ja, ik ben geheeld, dus... Ik kan ook direct door. Fake out! Ja. Zo, fake out doet de health damage. Prima. Oh, maar het was een keer de quit. Laat maar. Nou, dat was grunt nummer 1. Zometeen grunt nummer 2. Mooi. Makuhita level 21. Poochyena level 18. Linoon level 18. Hoppa. Nou, die is denk ik zometeen wel Poochyena. Nu dus. Ja. Nou, prima.
Zo. Hoppa. Congratulations, your dark evolved into Mighty Anna. Snarl. Sowieso. 55 power, dag hoor. Ik vind het design van deze thing nu wel qua mooie qua museum. Veel beter, ja. Want nou voelt het ook aan als een museum. Daarom. En de volgende gelijk achteraan. Hoppa. Een Zubat. Zo. Dan was de caravana. Seizoen pakt echt... Dan pakt hij een tijd lang niks op en dan pakt hij echt binnen 2 minuten nog 2 items op. Dat vind ik zo knap. Het is percentage, hè? Oh, het is percentage. Ja, als een fight is geweest, dan is er een kans van volgens mij 20 of 30% dat je een item oppakt. Oh, echt? Ja. Hmm. Ja, als het 100% iedere keer was, was het een beetje broken geworden. Zeker. 2, 3, 4 en de grunts zijn verslagen. Nice. Ja, ik ben net bezig met nummer 2. Nou, we lopen aardig gelijk met elkaar op. Prima. Ja, het is Sol-Link, hè, dus... Ja, nee, weet ik. Maar alsnog. Mooi bij elkaar blijven. Daarom. Hallo. Maxi. Ik vind Archie qua design Oros nog steeds beter dan Maxi. Nou, ik vind Maxi vet, omdat hij... je ziet daar echt dat het echt een ouder iemand is. Echt dat hij oud is. Maar heeft hij een anker? Nee. Okay. Hij heeft een bril. Ja, ja, dan wint gewoon Archie. Sorry, maar... Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar Archie is toch ook meer de favoriet in het überhaupt. Ja. Weet je wat trouwens wel humor is? Nou. Ik zit een serie te kijken waarin ze YouTubers leren te speedrunnen. Dat doen ze Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Chugga doet er ook aan mee trouwens. Wie? Die worden Chugga. En dan is de game Pokémon Omega Ruby. Dus het zijn 4 teams. Dus Chugga zit gekoppeld aan een speedrunner van Pokémon. En de rest ook. Maar 3 van hun die runnen Omega Ruby. Ja. En 1 van hun runt Alpha Sapphire. Ja. Alpha Sapphire is van de 2 games speed tegen hun technisch. En Pokémon technisch trouwens ook. Terrible. Jij krijgt Latios. Ik krijg Latias waarschijnlijk. Ja, die is slechter. Die is de slechtste van de 2. Qua stats. En omdat je bijvoorbeeld, ik praat dan nu echt speedrun wise. Je kiest natuurlijk Mudkip. Ja, Mudkip tegen Team Magma. Dat maakt het fact, want surf is gewoon not very effective. Mm-hmm. Ja, klopt. Maar dat weet ik ook. En dat is ook een van de belangrijkste redenen ook met de Generations, dat jij en Milan Sapphire pakten. Ja, voor mij is het Generations omdat het gewoon mijn team daar gekoppeld zit inderdaad. Ja. Maar ja, anders, als jouw team niet gekoppeld was, had je ook gewoon gezegd, fuck it, ik pak Ruby. En dan met Swampert gewoon de hele game sweepen. Mooi. Contest pas, nou duwt hij je reet alsjeblieft. Even... Het zou toch zijn als één van ons 4 best vangt, gek. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Op die route op dat water, per ongeluk. Ja, precies, per ongeluk. Als dat gebeurt, ga ik meteen even een lotto ticket halen. Ja, dan heb ik ook wel lotto. Ja, ik ook even die contest pas. Ja, hebben we, Jezus, ik weet niet eens de naam van dat character. Ik heb er nog nooit gezien. Ik heb er nooit meer verder aan aan besteed. Yo, we gaan door. Ik krijg voor jou niet de costume Pikachu, dus dan ga ik door. Laat eens. Hoe heet het? Gebruik jij Circle Pad of gebruik jij D-Pad? Circle Pad. Ik gebruik nu alleen D-Pad. Nee, Circle Pad is met hardware 3DS beter dan D-Pad. Ja, het zegt trash op Citra. En het is ook zo van, met sommige dingen is het beter om de Circle Pad te gebruiken. Met X en Y bijvoorbeeld, de skates alleen al.
En klopt. Het is ook niet zo van dat je X en Y heel veel specifieke paden moet doorlopen. Klopt ook. Dus ja. Als je smalle paden hebt, dan kan je toch geen kant op. Fuck, you can only use fake out, for fuck's sakes. Fucking kut Brussel. Ja, als je het heel graag wil, doe contest. Nee, heb ik één keer gedaan, daarna nooit meer. Nee, ik heb het in Sapphire vroeger heb ik geprobeerd om die paintings te vullen in Lilycove. Zo. Nou, waren twee dingen gelukt en toen stopte ik ermee. Want het is ook nog een chance ding, hè? Ja. Nou ja, het enige wat ik gedaan heb is Master Rank. Ja. Dat is mij wel gelukt. Jij wilde wat vragen. Wat wil je vragen? Nou, het zou zo goed zijn geweest dat ik het nu al niet meer weet. ik wil eigenlijk, maar ik denk dat ik dat beter voor de volgende aflevering kan bewaren. Ik wil het over een horrorfilm hebben waar ik gisteren naartoe ben geweest. Nee, je hebt 8 minuten, dus ik zou zeggen, schiet maar door. Ik weet niet of ik het in 8 minuten kan vertellen, want ik ga hem namelijk helemaal vertellen. Doe maar. Want ja, het is echt hilarisch. Het was een Nederlands-Deense film. Horrorfilm. Dat klinkt al complex. Ja. Het was een familie in Denemarken, waar deze kom af, die in Florence op vakantie ging. Daar kwamen ze Nederlanders tegen. Nou ja, je kent Nederlanders hoe ze Engels spreken, sommige zo steenkolen als ze maar zijn kennen. Ja. Oh, wat erg. How hard can it be to talk fluent English without noticing there is an accent? Nou ja, hier is het ding. Het is zo steenkool dat ze het klimaatakkoord doorbreken. Maar ga gewoon door. Precies. ik vind het een leuke grap trouwens. Oké. Dus deze familie, door samenloop van omstandigheden, komen ze in contact met die Nederlanders. Ja. En ze gaan terug naar Denemarken. En op een gegeven moment, een tijdje later, krijgen ze een kaart binnen van die Nederlandse familie. Van joh, kom gezellig. Kom gezellig bij ons voor een weekendje. Gezellig bijpraten, dat soort dingen. Mm-hmm. Nou ja, eerst twijfelen ze erover. En uiteindelijk gaan ze dus naar Nederland toe. Dus ja, een horrorfilm op Nederlandse bodem. Nou, dan lag je al bijna schaat te lachen. Dus ze komen aan en je verwacht dan al horror. Want je bent al bijna 25 minuten verder voordat je wat gebeurt. Dus je verwacht een beetje actie in de tent. Nou, dan haat ik horror, maar ik vond het gewoon... Ja, ik heb een belofte gedaan om mee te gaan, dus dan ga ik ook. Ja. Hun hebben een kind, ook een kind. Net als die Deense mensen. Op een gegeven moment, het is 's avonds laat en die Deense vader die zet het vuilnis buiten, want hij wil het huishouden helpen. Dus hij loopt er buiten, maar hij ziet ineens een zijgebouw staan. Hij kijkt in dat zijgebouw en op een gegeven moment, hij schrikt, terwijl je in de verspiegeling al ziet, in de verspiegeling staat dat jochie. Die zoon van hun. Ja. Die doet zijn mond open en die heeft geen tong. Gezellig. Dus deze vader die vraagt hoe dat zit. Ja, hij heeft een ziekte. Een of andere ziekte van jongens af aan. Hij kan er een beetje verstaanbaar maken, maar niet heel erg. Nou ja, prima. Dat denk je ook nog niet. Ja, het is niet per se fact, maar een beetje maar. Een paar rode vlaggen moeten omhoog. Ja, misschien een beetje. Dus er gebeuren dan niet ergens gekke dingen, want er zit geen nul jumpscares in die film. Uh-huh. Dat is ook wel bijna knap. Die Nederlanders zijn een beetje vaag. En laten we naar een beetje het einde van de film skippen. Die Denen die zijn een paar keer 's nachts weggegaan. Omdat ze zich niet veilig voelden. Omdat die man rare opmerkingen maakte en dat soort tering zo. Ja. Dus wat gebeurt er?
op een gegeven moment zijn ze voor de laatste keer reizen weg omdat ze deze man tot ontdekking is gekomen dat die Nederlanders elk jaar naar Florence gaan, elk jaar met een ander kind. En de ouders zijn ineens footsie van die kinderen. Ja. Nou ja, dan moet je dus als kijker doorhebben tot die Nederlandse familie dus die andere families omlegt. Ja. Dus er zit één jumpscare in waar je van kan schrikken. En dat is de jumpscare van... wat is een Nederlandse film zonder seks? Nederlandse films hebben dat uitgevonden. Deze mensen die zitten met elkaar die zijn met elkaar aan het flikflowen. Noem ik het maar even. En as you do. Op een gegeven moment zie je die Nederlandse man door de ruit heen kijken. En waarom? Want hun kind staat op de gang te janken, want ik wil niet bij dat jochie liggen. Dat kind heette Anus, Agnus, ja. Maar op een gegeven moment verstond ik alleen maar Anus. Dus ik zei niet zo hard door die bioscoop, dag Anus. En er zaten een paar gasten in die bioscoop, nou die gingen helemaal kapot van die opmerking van mij. Ik had niet door, ik dacht echt ook het verluisterde naar diegene waar ik naar de film was. Dus die hele zaal ging nog plat. Door de mijn opmerking. En toen kon ik het ook niet meer horen. Mm-hmm. Doordat het kind zo erg aan het huilen was... heeft die Nederlandse man... die is naakt hier rondloopt... hebben bij hem in bed gelegd. Bij hem en zijn vrouw. En toen wilden die Denen dus weer weg. Dus die Denen zijn op een gegeven moment vertrokken. Ze zijn de auto ingestapt. Maar dat kind heeft een knuffel. En die knuffel bleef in die woning achter. Denk je, raaien wat ze doen. Ja. Ze rechtsomkeert, we gaan weer naar binnen. Dus, een beetje heen en weer. Op een gegeven moment, voor de laatste keer, heeft die Nederlander, die heeft het door. En die gaat achter ze aan. En die Denen, die willen ze kwijtraken. En die raken daardoor in het grond vast. Uh-huh. En die vader gaat hem hulp halen. Doet zijn auto niet op slot. Wat gebeurt er? Die Nederlander pakt die man en die vrouw. Die vrouw en dat kind. En die stoppen bij hem in de auto. Maar deze man weet natuurlijk. Hij is een kind. Hij is een moordenaar. Ja. Dus hij komt terug bij de auto. Terwijl hij hulp halen heeft niet geholpen. Hij komt terug bij die auto. En zijn vrouw en kind zijn weg. Nou, even verderop staat die Nederlander. En met zijn vrouw, van hem achterin met de kinderen erbij. Deur op slot. En ze rijden een kant op. En die Denen vraagt wanneer zijn we bij het huis? Wanneer zijn we het huis? Ze gaan niet naar het huis toe. Er is namelijk ook een oppas die op die kinderen moet passen. Ja. Terwijl als ze, want ze zijn ook nog uit eten geweest. Mm-hmm. Sowieso heel raar, want voor het eten, uit eten gaan. Die Nederlanders vragen die Denen uit eten. Om mee te gaan uit eten, maar vervolgens moeten de Denen alles betalen. Handig. Dat was al vaag, toen dacht ik al, oh, dat is zo typisch Nederlands ook. Dus daar lag de zaal ook al voor plat. Van, dat kan je niet maken. Terug naar het verhaal. Omdat die kinderen dus een oppas hadden, kwam die oppas ineens tevoorschijn. In het pikken donker natuurlijk. Wat gebeurt er? Ze stoppen. Die vader heb al tig keer tegen die Nederlander gesmeekt. Don't hurt me. Ja. Wat gebeurt er dan? Die vader die zegt, zet het aan de kant, laat mijn kinderen vrij. Die mensen trekken aan het portier zit dicht, want de auto is op slot. Gaat die Nederlander op die Deense man inslaan. Wat gebeurt er vervolgens? Die vent, die oppas, die trekt de portier van achter open. Snijdt vervolgens de tong van die dochter eraf. Ja. Omdat ja, dat andere jochie zo, want dat andere kind, dat is dus vermoord. Dus die hebben een nieuwe dochter. Agnes, wordt dat dan. En hele flikflooi, dus die Denen worden uiteindelijk naar een andere plek toegebracht. En die worden omgelegd door stenen naar hun hoofd gegooid te krijgen. En dat was de film. A family picture. Nou, het enige wat ik dacht van, wat was die horror aan? Ja, als ik zo luister naar het verhaal, is het meer een beetje een thrillerachtig iets dan horror. Maar zelfs dat het wordt als horror gezet. Maar zelfs dat was ver te zoeken. Even tussendoor. Moeten we niet stoppen? Wij zijn bijna tijd, maar
Was jij al begonnen aan mee of helemaal alleen nog maar trainers? Nee, ik ben nu net de laatste trainer voor mee bezig. Dus ik ga even healen en dan ga ik meedoen. Oké, dan maak ik deze trainer ook even af en dan gaan we healen. En dan is het slush geweest. Nou heb ik niet alle details verteld hoor, maar... Nee, echt, weet ik, maar als ik zo luister naar het verhaal, is het niet echt een leuke film geweest. Wij gingen er naar buiten en het enige wat me blij bleef is dat de zaal plat ligt om mijn opmerking over... Anus. Ja, want ze zegt Agnet! Ja, je hoort de G, hoorde je bijna niet. Dus ja, ik ga stuk. Mm-hmm. Ik ging helemaal... En vooral die zaal, omdat ik het niet zo zachtjes zei. Toen riep er dus eentje, ja dat was er dus eentje die met alle dingen die er gebeurden, dat die allemaal keihard ging door die zaal heen ging roepen. Kijk, maar dat boeit mij, bij dit soort, bij andere films zou ik me daarna dood ergeren. Ja. Maar dit totaal niet. Nee, klopt. Nou, ben klaar met die trainer. Hier doe ik wel voor offscreen. Mensen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Laters. Later.